Wie winterse kost zegt, zegt winterse dessertjes natuurlijk. Het is echt eentje om in de zetel te gaan verorberen. Vanillepudding met speculoosjes. We kijken naar Jan, dus we maken alles from scratch. 10 jaar geleden hadden we gewoon nog de keuze, is nu speculaas of speculoos. Tegenwoordig valt ook steeds vaker het woordje biscof, hè? Zeker als je in het buitenland bent. In ieder geval, wat we maken, is een ultra krokant koekske. Echt een suikerkoekske, boordevol kruiden en specerijen. Online vinden heel veel ingewikkelde recepten. Dat van mij is heel eenvoudig. 3 gelijke delen. Bloem. Bruine suiker, want je wilt natuurlijk zo'n heel donker, krokant koekje. En dan zachte boter. Echt zo een beurpomade. Dus zachte boter. Klein snuifje zout om je smaak te pimpen. Bicarbonaat of bakpoeder. Dat gaat zorgen dat er in dat suikerkoekje ook wat luchtbelletjes ontstaan. Dat is de basis. Van waar komt die smaak van de speculoos? Uit je kruiden. Dat is meestal een mix van 5 kruiden. Heel veel warmte door kaneel en nootmuskaat. Maar ook venkelzaadjes en sterrenijs zitten daarin. En Szechuanpeper om dat op te pimpen. En je mengt dat met je handen. Vanaf dat dat een bolletje wordt, dat stopt met kneden. Je wilt dat niet te lang kneden. Dat is waarom ik zeg dat je dat beter met je hand doet. Dan krijg je van die typische broze speculoosjes. Te lang mengen, te veel activatie van je gluten in je bloem. Taaie koekjes. Laat dat nu gewoon even rusten in de koelkast. Zo. Deeg daarin. Dus je maakt al een blokje. En dat steekt gewoon even in de koeling. En dan vanillepuddingen. Een vers vanillestokje, verse melk, verse room, verse eitjes en suiker en maïzena. Dat zijn de ingrediënten voor een goede vanillepudding. I love it. Ik moet zeggen, ik ben fan van vanillepudding. Je mag mij altijd wakker maken voor vanillepudding. Je mag mij weghalen van het werk voor vanillepudding. Je mag mij weghalen van mijn eigen trouwfeest voor vanillepudding. I love vanillepudding. Punt. Voilà. Dus gewoon al een vuurtje aansteken. Stap 1 is eigenlijk gewoon volle melk met room en die vanillestok samen laten infuseren. Je doet 100 gram suiker per liter pudding en je neemt 1 dooier per deciliter vloeistof. Ongeveer de helft melk en de helft room. Als je de kans hebt om een goede, verse vanillestok te bemachtigen, gebruik dat. Je dropt gewoon die vanillestokken in je melk en in je room. En je laat dat nu zachtjes verwarmen. Maar niet te warm. Ondertussen maakt u een ruban, dat eimengsel van dooier en suiker, waar we wat maïzena gaan aan toevoegen. Enkel de dooiers neem ik. Nu, het zijn wel heel grote eieren, dus dat is goed. De mooie, volle, gele dooiers. Dus dooier, suiker erbij. De klassieke S2, kristalsuiker. Dan mogen ze even losroeren. Luchtig. Nu, die dooiers zorgen vooral een deeltje voor de binding van die pudding. Nu, de echte binding komt uit maïzena. De exacte afmetingen en hoeveelheden staan natuurlijk op jan.tv. Hier roerde dat los. Zalig mengselken. Zoet zorgt voor de gele kleur van de pudding. En die maïzena zorgt ook nog een keer voor de binding. En ondertussen is er hier een perfect huwelijk zich aan het voltrekken. Room, melk en die vanille die erin komt. En de keer dat die melk bijna zijn eerste bubbelke doet, is dat dat bijna tegen het kookpunt komt, dan mogen die toevoegen bij die ruban, bij die dooiers. Dus gewoon straaltje per straaltje, niet te snel. En natuurlijk, wat hadden we gedacht, gaan we wel het alleruiterste uit die vanillestok halen. Hè? Want wat er hier nu in zit, dat is vloeibaar goud, kunnen we gewoon makkelijk uitschrapen. En dat gaat je dan bij uw massa doen. Zie je? Hup. Gooi dit nooit in de vuilbak. Hè? Die vanillepeulen, neemt gewoon uw suikerpot,
Steek die vanillepullen er terug in. Een keer goed schudden en dan heb je de beste vanillesuiker ever. Puddingmengsel terug in uw pot en dan gaan we dikken. Dus indikken, die pudding echt aan de kook brengen. Voor een pudding mogen we toch nog altijd stevig vuurken, een goede klopper en die pudding goed laten indikken. Goed laten doorbubbelen. Kijk, als je dit nu ziet pruttelen, dan word ik blij. Je ziet dat echt letterlijk pruttelen van plezier. Nu mogen we met veel afkomen, met heel veel fancy patisserie. Er gaat niets boven een verse pudding. Misschien één ding voor mij, als er een eclair rond zit. Maar, alhoewel, het zou toch al een degelijke competitie zijn, ze. Pudding, eclair. Dat deeg is ondertussen mooi stevig geworden. Als je fancy pantsy wilt gaan, kun je echt zo'n speculoosplank gaan gebruiken om de speculoos een vormje te geven. Bakplaatje, bakpapier en dan maar nog een beetje van je bloem bij de hand. Bakpapier. Met een goed scherp mesje snijden zo schelletjes. Ik ga mijn versie van die koekjes al meteen in de oven steken. Maar ik wil ondertussen u gerust wel nog een keer meegeven. Als je echt met een speculaasplank wil werken, opnieuw maak de schelletjes van uw deeg. En dan bestrijk je die houten vorm met wat bloem, met een zeefje. We kunnen daar uw deeg in duwen. Eventueel terug een klein beetje bloem. Even kort met een roller erover, zo. En dan krijg je op die manier zo die typische vorm van je speculooske. Zie je? Bakken op 180 graden, terwijl die speculooskes in de oven zitten. Dat is een 12-tal minuten. Tijd voor een klein pauzeke. En ik drink zo tegenwoordig veel van die biologische koffievervanger. Dat is zonder cafeïne en ja, ik weet niet, ik vind dat lekker. En ondertussen de geur van nootmuskaat, kaneel, gekarameliseerde suiker. Kijk, nu is dat nog zacht. En door dat te laten afkoelen, ga je uiteindelijk zien dat die suiker zalig mooi krokant wordt. Je ziet natuurlijk meteen ook het verschil met mijn speculooskes. Veel eenvoudigere vorm. Maar hey, ook schone koekjes, hè. Als die suiker wat zijn werk beginnen doen is, dan kun je die kraken zo. Een heel mooie, krokante textuur. Le moment suprême. Van mij mogen ze dat redelijk grof wegbreken. Die speculoos, zo. Dat geluid. Voilà. Daar moet er niets anders meer bij dan een lepelje. Haha.